kraken zelf allemaal niet. Ze zijn wel veel vrienden van veel krakers. Maar ik ben bijvoorbeeld wel student en ik heb echt heel erg veel moeite gehad om een huis te kunnen vinden. En dat is ook omdat er zoveel leegstand is. En kraken geeft aan dat die leegstand verkeerd is en dat het niet moet. En dat er iets tegen gedaan moet worden en daar sta ik heel erg achter. Er is bijna niks te vinden. Omdat de legale huurwoning die ik kan betalen, die zijn er niet. Die zijn niet meer voorradig. Daar zit iedereen al in. Ik ben student en ik kan eigenlijk niet meer dan 350 euro per maand betalen. Voor een studentenwoning bijvoorbeeld. Okay. Maar alle studentenwoningen zitten vol. En sociale huurwoning duurt 7 jaar voordat je daarin komt. En die tijd die heb ik niet. En zo hoop ik steeds dingen te vinden voor een half jaar of een jaar. Het wordt gemeentes geadviseerd om leegstand tegen te gaan. Maar het hoeft niet. En er is hoogstwaarschijnlijk geen geld voor en geen capaciteit voor. En dan gaat het waarschijnlijk ook gewoon nauwelijks gebeuren. En dat is heel erg jammer. Ze hadden de wet zo moeten formuleren dat ze leegstand tegengaan en niet het kraken tegengaan. Het is heel veel bijvoorbeeld kantoorruimte. En er moet geld ingestoken worden om daar woningruimtes van te maken. En op dit moment gebeurt dat niet. Of er is geen geld voor, of het gebeurt wel, maar het wordt stilgelegd omdat het geld op is. En dat is gewoon, dat is moeilijk. En er kan nu niet veel aan gedaan worden, maar er moet doorgebouwd worden. En dat kan op het moment niet. En daarom kan je niet nu kraken verbieden, terwijl er zoveel mensen dan ook weer op straat komen die ook geen woning meer kunnen vinden. Dat er geen woningen meer zijn, behalve koopwoningen. De koopwoningen, die gaan omhoog. Dus dan kunnen mensen met dat minder geld kunnen dat nog minder betalen. Aha. Een starterswoning is al te duur voor iemand die gewoon klaar is met studeren en een goede baan heeft. Dat kan niet, want je kan geen hypotheek krijgen. Ik vind in ieder geval dat deze wet de oplossing niet is. We doen een project over kraken om te laten zien dat er heel veel goede dingen uit kraken voortkomen. Dat wat er in de media wordt laten zien over dat het zo agressief is en alleen maar hele enge grote mannen, dat niet klopt. En we hebben een aantal panden geïnterviewd, mensen van panden geïnterviewd om te laten zien wat hun verhalen zijn, wat zij ermee doen, culturele projecten, kunstzinnige projecten. En we proberen toch ons stem nog laten horen. We hopen dat er toch nog in Amsterdam niet zo hard ontruimd gaat worden. We willen nog laten zien wat we ervan vinden, op een goede manier. Dit zijn de hallen en dat is een kraakpand in West, Bellamyplein. En dat heeft heel lang leeg gestaan, jaar 6 geloof ik. En daar zitten nu krakers in. Maar daar worden plannen voor ontwikkeld. Alleen zowel door een buurtgemeente als door een projectontwikkelaar. En het is eigenlijk, die krakers hebben gezegd, wij zitten erin totdat er een plan is waar de buurt achter kan staan. En die wonen daar nu en het is daar nu gewoon plek voor, volgens mij zijn er 5 mensen nu. En die kunnen daar nu wonen. Terwijl het dus anders had het helemaal leeg gestaan en ongebruikt geweest. En het is een enorm pand. Ze hebben op vrijdagavond baravond. En ze zijn hier bijvoorbeeld ook. We hebben het zelf over 4 plekken. Dus de hallen, waar ik net over vertelde, over de MDSM in Noord. En dat die organiseren veel festivals. Dat is voortgekomen uit de kraakbeweging. Dus het is gekraakt. En de krakers zeiden, wij willen hier iets mee doen. En toen hebben ze uiteindelijk een afspraak kunnen maken met de eigenaar. Maar we willen laten zien dat er dus ook niet meer gekraakte panden, dat die wel uit de kraakbeweging voort zijn gekomen, dat daar nu hele goede dingen in gebeuren. Zoals kunstprojecten, sociaal cultureel centrum is bijvoorbeeld schijnheilig. Staat ook op een andere foto. En bijvoorbeeld een woonhuis in de Pijp, dat is in de jaren 70 gekraakt. En die krakers hebben dat toen gekocht voor 1 gulden. En dat zelf helemaal opgeknapt. En dat zijn nu prachtig mooie appartementen. En dat zijn dingen die voortkomen uit het feit dat als iets leeg staat, er krakers in gaan. Die zeggen, ik wil hier iets mee doen. Terwijl de gemeente het laat sloppen of de eigenaar het gewoon leeg laat staan totdat hij een sloopvergunning kan krijgen.